Maurice, gefeliciteerd. 4-1 gewonnen. Ben je een blije trainer? Ja, zeker. Dit was toch wel een lekkere overwinning. En ik denk dat het verhaal vanavond wel was van de kansen direct benutten. De eerste drie van de vier eerste kansen lagen er gelijk 3 in. Dus dat heeft deze ploeg ook nodig. We hebben in al die andere wedstrijden ook heel vaak de kans op de 1-0 gehad. Of afgelopen week de kans op de 2-0. Die maken we dan niet. Dus dat was vandaag wel. Dus je gaat eigenlijk met een heerlijk gevoel terug. Ja, ik vond ook... Het was ook een beetje gunnen. Koerdus heeft er 3 gemaakt, maar het werd hem ook gegund dat hij scoorde, toch? Zeker. En je zag ook, ik denk dat de tweede was denk ik de mooiste. Maar ik denk dat de laatste het mooiste teamgevoel weer gaf. Hè? Een aantal spelers die het elkaar gunnen. Als je ziet Bergwijn die hem zelf kan maken, maar die hem toch aan Koerdus geeft. Dus dat, dus in het team zit het hartstikke goed onderling. Robbie maakte de derde. Ik denk voor hem, ik zag jou een gebaar maken naar hem. Ik denk dat het voor hem ook wel belangrijker was, hè? Ja, hij heeft behoorlijk wat kritiek gekregen. En daar gaat hij goed mee om. We moeten niet vergeten dat hij nog steeds hartstikke jong is. En zeer talentvol. En dat vertrouwen krijgt hij gewoon van mij. Hij is heel vaak bij de kansen betrokken. Hij heeft ook pech gehad. Als je afgelopen week ziet, een paar keer ongelukkig geweest. Dus dan is het vooral lekker voor hem dat hij hem maakt. Speelde Ludo Goretz zoals jullie verwachten van tevoren? Ja, precies zo. En wij hebben ook aangegeven aan de spelers waar we de vrije man konden vinden. We hebben heel vaak op het middenveld een extra man. En dat hebben we zeker in de eerste helft bij Vlagen denk ik heel goed uitgespeeld. Over het middenveld gesproken, je kon weer beschikken over Steven Berghuis. Ben je daar blij mee dat je hem weer kan inzetten? Ja, zeker. Er was ook geen enkele twijfel voor mij om hem in te zetten. Hij is helaas nog 1 wedstrijd geschorst in de competitie. En dan kunnen we van hem genieten. En Steven is een van onze beste spelers. En kan op meerdere posities spelen. Maar je ziet dat als hij op 10 speelt, dat hij de ploeg schwung geeft. Dat hij overal de man meer kan creëren. Dus ik was heel blij met zijn optreden vanavond. Dit weekend geen wedstrijd. Dat wil zeggen dat de eerstvolgende wedstrijd weer tegen Ludo Goretz is thuis. Uitstekende uitgangspositie lijkt me. Ja, zeker. Dit is waar je vanuit gaat aan het begin. Dat je hoopt heel snel te scoren en dat je die wedstrijd naar je toe kan trekken. Nou, dat hebben we goed gedaan. Ik vind wel dat we iets te veel kansen nog hebben weggegeven in de tweede helft. En daar verdient Jay Gorter denk ik een compliment voor. Hij heeft ons op een paar momenten echt er doorheen gesleept. Weliswaar bij 3-0, maar het kan zomaar 3-1 en 3-2 worden. Dus in dat opzicht een hele mooie uitgangspositie. Het zakt een beetje in de tweede helft. Is dat logisch als je dan met 4-0 voor staat? Of vind je dat daar nog wel verbeteringen zitten? Ja, dat sluipt er wel vaak in. Maar ik vind dat de tweede helft over het algemeen wat minder werd. Zeker na die 4-0. En dan moet je geconcentreerd blijven. En dan moet je eigenlijk hier naar 5-6-0 uitlopen. En dat hebben we nagelaten. Je hebt nog veel gewisseld in die slotfase. Allemaal om mensen wat minuten te gunnen. Nou, Robbie had wat last in de rust. Berghuis had wat last. Kenneth kreeg in de eerste helft een tik. En een aantal zit gewoon heel dicht bij elkaar. Dus dat is ook een kwestie van gunnen. Koedoes op het laatste vanwege zijn 3 doelpunten eraf gehaald. En publiekswissel gegeven. Dus zo'n avond was het vanavond. Jay, gefeliciteerd je Europese debuut. Hoe was het? Ja, leuk. Zo. Is iets waar je als kleine jongen van droomt. Maakt niet uit of het Europa League, Champions League is. Ik heb nu alles op de bank meegemaakt en vandaag kon ik eindelijk starten. En super blij mee. En wat ik al zeg, waar je als kind van droomt en helemaal in dit shirt. Dus ja, mooi. Ja, en dan ook nog belangrijk zijn. Een paar goede ballen, ook nog op het laatst nog even belangrijk. Voor jou mentaal denk ik ook wel een opsteker, of niet? Ja, zeker. Eigenlijk een beetje gewacht op het moment dat het eindelijk naar boven kwam. Dat ik me kon laten zien. Na vorige week denk ik dat het team wel eventjes kon gebruiken, een overwinning. En ik kon zelf ook wel dit spel van mezelf gebruiken voor even een zelfvertrouwen boost. En eindelijk voor mij een beetje het gevoel dat de kop eraf is. Dat ik eindelijk een wedstrijd heb gespeeld waarbij ik kon laten zien wie Jay is. En super blij mee. Speelde Ludo Goretz een beetje zoals jullie verwachten van tevoren? Jawel. Ze lieten wel zien waar we op getraind hebben, wat we hadden verwacht. We hebben altijd goede analyses en we wisten dat hun een beetje zouden gaan inzakken, maar toch wel ietsjes druk zouden gaan geven met 2 spitsen. Dus alleen de tweede helft hebben we daar niet echt laten zien wat we in petto hadden, waar we op getraind hebben en wat we in petto hadden. Maar het was wel duidelijk, het was duidelijk van tevoren. Het zakte een beetje in de tweede helft, hè? Ja, gemakzucht na 4-0? Nou, misschien. Het is sowieso de temperatuur warm.
een stroef, ik vind zelf een stroef veld, lang veld. Heel benauwd. Heel benauwd. Dus ja, het hakte er wel even in, denk ik, bij de jongens. En dan is het zaak om zo snel mogelijk een vierde te maken en het dicht te houden. En ik denk buiten die penalty om hebben we dat goed gedaan. Ja, die penalty, je kreeg een paar lasers op je gezicht, maar je bleef gewoon staan. Heb je niet gedacht, ik loop even weg? Nee, ik zei naar de scheidsrechter, ik krijg wat lasers in mijn gezicht, laten we er geen vinden. Ook een beetje misschien voor een mental game voor de nemer, die dan eventjes moet wachten. Ja, uiteindelijk schoot hij hem goed in, maar ik zou niet weggaan voor een laserpennetje, daar hebben we stewards voor toch. Ja, ook een mental game voor jou dan? Ja, zeker, zeker. Dat is altijd, altijd lastig, maar zijn ook wel stiekem mooie dingen. Kan je ook wel van genieten, dat soort dingen. Dus ik ben daar niet de moeilijkste in. Je bedoelt dan dat je een beetje uitgedaagd wordt? Ja, tuurlijk. Ik ben ook wel iemand die graag uitdaagt. Graag een jongen uitdaagt die voor de stip staat om te nemen. En allemaal mental games en dat is leuk. Die penalty die ging erin, maar goed ingeschoten toch? Ja, zeker. Zat wel de goede hoek. Hij wacht lang, hij schiet hem goed in, waardoor ik ook lang moet wachten. En wat ik zeg, penalties... Is eigenlijk een gokkast. Dus ja, dan trek ik nu niet aan het langste uit. Misschien volgende week of die week erop of die week daarop. En het beïnvloedt jouw goede humeur niet volgens mij vanavond, na zo'n avond of niet? Nee, zeker niet. Er is nog wel veel uit de tweede helft halen waarin we moeten werken. En uit de eerste helft natuurlijk ook. Je houdt die dingen. We gaan kritisch analyseren, maar voor nu is mijn gevoel wel heel goed, ja. Uitstekende uitgangspositie. Zeker, laten we het afmaken volgende week.